Ja. Burgemeester Arjen Gerritsen, welke signalen heeft u als burgemeester van inwoners ontvangen over de fors gestegen energiekosten? Nou ja, vooral in het algemeen natuurlijk grote zorgen over, mensen krijgen het nieuws in hun kennissenkring, in hun familie, bij collega's, dat de voorschotten van de energiebedrijven omhoog gaan. Maken zich ook zorgen over hun eigen bevoorschotting, die ook omhoog gaat. En vooral de mensen die in energieduurzame woningen wonen. En dat zijn er niet weinig in onze gemeente. Die maken zich grote zorgen. Op een aantal plekken in de stad waar mensen in huizen uit het begin van de 20e eeuw wonen, die voor wat betreft energieduurzaamheid, energieefficiëntie, niet echt met de tijd zijn meegegroeid, zijn ook mensen die over het algemeen niet het inkomen hebben om daarin ook op een snelle manier zelf te voorzien, in het verduurzamen van hun huizen. Ja, en dat die mensen toch met enige angst en zorg naar het winterseizoen kijken, kan ik me heel goed voorstellen. Wat kunt u als burgervader met deze signalen? Ik heb als burgemeester enige tijd geleden ambtenaren van de gemeente gevraagd de koppen bij elkaar te steken. En een blik te werpen op wat er nou landelijk aan de hand is, wat er op de energiesector gebeurt. Maar ook hoe het er in onze stad aan toe gaat. Wat nou, laat ik zeggen, de kwetsbare plekken in de stad zijn waar we met elkaar ook een stap zouden kunnen zetten. En zij hebben het college geadviseerd om een aantal maatregelen te nemen. De belangrijkste daarvan is uiteraard dat wij de mensen de gelegenheid willen geven om zich te melden, zodat we ook problematiek kunnen zien. Maar ook dat wij de middelen die wij beschikbaar hebben om mensen te helpen om hun huis te verduurzamen, willen verruimen. En heel belangrijk dat wij een noodfonds willen gaan inrichten waar mensen die echt in de knoei komen een beroep op kunnen gaan doen. Ik kan me voorstellen dat de drempel hoog is voor bepaalde inwoners om zich te melden bij de gemeente. Wat voor advies kunt u deze mensen geven? Die drempel is uiteraard hoog en dat snap ik en dat is alleszins voorstelbaar. Maar als wij mensen willen kunnen helpen, dan moeten we ook weten dat ze geholpen moeten worden. Dat hoeft niet alleen maar rechtstreeks bij de gemeente. We hebben hele belangrijke partners in de stad. Bijvoorbeeld binnen het armoedepact, bij de woningcorporaties, waar mensen laagdrempelig contact kunnen krijgen. Onze eigen wijkcoaches. Dus we hebben ogen en oren in de samenleving en ik roep iedereen op die denkt in de problemen te komen om dat ook kenbaar te maken. De vraag is dan, heeft Almelo voldoende geld in kas om inwoners financieel tegemoet te komen? Ja, het is natuurlijk altijd precair om te spreken over inkomensondersteuning. Dat is heel ingewikkeld voor gemeenten. Maar niets doen is voor de gemeente geen optie. Dus wij gaan mensen in de stad die in de problemen komen gewoonweg helpen. Heeft u ook al signalen van winkeliers en bedrijven gekregen over de gestegen energiekosten? Ja, met name in het midden- en kleinbedrijf zijn de energiekosten, die stijgen ook. Zijn vaak ook nog eens een keer zakelijke contracten met net iets andere tarieven. Maar daar worden dezelfde problemen ondervonden als bij particulieren. En vooral als je als MKB'er productieprocessen hebt waarbij veel energie nodig is. Nou, we kennen inmiddels allemaal het bekende voorbeeld van banketbakkers die een oven moeten stoken en die in de problemen komen. Nou, die signalen heb ik rechtstreeks in de stad nog niet. Maar ik spreek ondernemers die dezelfde zorg hebben als veel particulieren. Wat kunnen zij concreet doen? Ja, ook zij zijn aangewezen op ondersteuning. Ik ga ervan uit dat ook de Rijksoverheid voor ondernemers toch nog stappen gaat zetten. Ondanks eerdere harde uitspraken die minister Kaag daarover gedaan heeft. Ik ben van mening dat we met elkaar een moeilijke tijd tegemoet gaan. En dan komt het er juist op aan dat we elkaar vasthouden en elkaar helpen. En dat geldt ook voor ondernemers. Dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om antwoord te geven op deze vragen. Graag gedaan.